What do you do for a job, can I ask? I'm a baker. A baker? I have a baker? Are you the baker for a church? Yes. Yes. Nice. Ik wil je helpen het speelgeld van Nabil en Soy terug te vinden. Bank, de bank, de bank, de bank. LK, lang, kort, klein. Oké, okay, dus klein. Klein. Is dat een karaktereigenschap? Nee. Jullie moeten bepalen in welke envelop je geld stopt en in welke envelop joker. 2500 euro. Een joker. Dat is een joker voor Jurre. Joker. Maar eerst maak je klaar voor de test. Gisteren, dat was echt heel bizar. Ja. Ik vind het gewoon heel raar nog steeds dat jouw naam helemaal verkeerd is gespeld. En dat dat in één keer niet klopte, terwijl wij echt de bond hadden gesloten. En het was natuurlijk de bedoeling dat we twee jokers naar binnen zouden, Jens. Ja. Maar ik vond het zo zuur voor jou dat ik toch heb bedacht om jou dan joker te geven. Dit is echt tussen ons maar wel, omdat ik echt letterlijk niemand vertrouw in deze groep. En jij bent de enige die ik vertrouw. Dus met het doel dat wij met z'n twee sowieso naar de finale gaan. Het is natuurlijk een groot risico voor mij. Ja. In de hoop dat jij mij dan ook vertrouwt en dat we dan samen, ja, iedereen eruit gaan spelen. Dus ik dacht, ik geef Ranomi dan de joker, dan wek ik bij haar vertrouwen op. Dan heb ik een extra orde bij die mij informatie kan geven. Maar tegelijkertijd ga ik ook kijken hoe zij reageert. Je hebt hem. En niks vertellen aan niemand, hè? Dit is echt, dit weet niemand. Waar ga ik hem verstoppen, echt? Nou, niet in je tas, maar want Daniel houdt van tassen graaien. Ja. Dat is echt, Daniel graait in tassen. Niemand weet het, dus niemand gaat je verdenken. Niemand gaat je verdenken, ja? Thanks. Ik vertrouw zelfs Nabil niet blindelings. Hoe graag ik dat ook zou willen, er zal altijd een reden zijn waarom jij mij zomaar een joker geeft. Hoe leuk is dit? Allemaal tegelijk. Nu kan ik luisteren naar jullie klikgedrag. Wij lopen naar de test toe en ik zie 6 tafeltjes staan. En ik denk, oh nee, hoe ga ik ongezien mijn joker inzetten? Omdat er een aantal jokers in het spel zijn, dacht ik gewoon, ik moet minder gaan spreiden. Ik heb getwijfeld of ik dat tussen 2 personen zou doen. Maar ik verdenk eigenlijk niemand anders dan Jurre. Soy is iets gestegen na gisteren met dat rare verhaal wat hij niet goed tegen mij heeft gezegd. En dat er op zijn kistje stond eerlijk met een vraagteken. Heb ik mezelf even gereset en heb ik gewoon bedacht van trust nobody, dus ook Soy niet. Er is de laatste 2 dagen zoveel gebeurd dat ik een beetje de weg kwijt ben in dit spel. Vertrouw ik niet de mensen iets te veel? Zit er tussen mijn vertrouwelingen niet gewoon een mol? Er staan maar 15 vragen in plaats van 20. En daar schrok ik een beetje van. Ik dacht, huh? Zijn we er nu al doorheen? Ik gok dat wij nog wat andere dingen moeten gaan doen om die laatste 5 vragen op te gaan lossen. Mijn hoofdverdachte blijft Soy. En het erge is, dat is een gevoel. Ik weet het niet. Jurre was echt obvious aan het klooien gisteren. En Jurre is wel vaker aan het klooien tijdens opdrachten. Maar ik denk oprecht dat dat ook een strategie is. En dat het een strategie is van een deelnemer en niet van een mol. Ik ben alweer gaan zitten op Anke. En een beetje op Ranomi. Omdat ik Ranomi toch nog verdenk. En daarom hou ik er ook zo dichtbij. Maar ja, ik schrijf niemand af. Ik ben paranoia, dus voor mij is iedereen verdacht. Mijn verdachten zijn Nabil, Ranomi, Soy. Nabil, omdat ik vind dat hij als enige eigenlijk zijn gedrag is veranderd in de groep.
Hij was in het begin heel erg aanwezig, gooide bommetjes. En nu gaat hij steeds meer naar de achtergrond. Dus ik vertrouw hem gewoon niet. Hanoom, rij met ons mee. Yes. Geef maar. Ik ga wel rijden, ja? Thanks. Ga je daar, Hanomi? Doei. Doei. Oh, dit is hoor. En dan moet Anke bij ons. Zit ik bij jullie? Daniel? Test gemaakt, maar ik ben als laatste. Dus ik moest bij het groepje waar nog een plekje was. Goeie reis, guys. Lukt dat? Daniel en ik hebben een bondje. Het is gewoon heel veel handiger als Daniel en ik uit elkaar zijn. Dus dat was eventjes een beetje een domper. Nou. Nou jongens, daar gaan we. Zo. Oh my god. Daar gaan we dan. Een test maken met maar 15 vragen. Zonder een eliminatie erachteraan, maar wel met een roadtrip van 2 dagen. Je zou om minder wantrouwig worden. Wauw, kijk even waar we rijden. Lekker thuis. Ja, man. De kandidaten reizen door de Karoo, een prachtige halfwoestijn in Zuid-Afrika. In de ene pick-up zitten Anke, Daniel en Soy. En in de andere Jurre, Nabil en Ranomi. Onderweg kunnen ze met opdrachten geld verdienen voor de pot. Geld dat ze net zo makkelijk weer uit kunnen geven door mysterieuze kisten te kopen, waarvan ze niet weten wat erin zit. Hoe nieuwsgierig zijn ze? Of voelen ze aan dat er iets niet klopt met die kisten? Wat een bijzonder landschap is dit, hè? Mooi. Gewoon... Kijk hoe ver je nu kan kijken met al die bergen. Echt een soort maanlandschap. Ja. Ja, eigenlijk. Bizar, hè? Nou, lekker, guys. Ja, man. Woehoe. Roadtrip om. Wauw. Hey, jongens, zijn we niet echt mega blij dat we dit mogen meemaken? Al ben ik wel bang dat we elkaar misschien niet meer gaan zien als iemand afvalt. Ja. Denk je echt dat dat zo gaat zijn? Dat denk ik, ja. Je weet dus niet waar je heen gaat. Dus je krijgt een navigatie en je volgt dat gewoon. En je weet, oké, over een uur ben je er of zo, of over 2 uur. Je hebt geen idee waar je heen gaat. Het is daar die auto volgens. Ook niet hier. Het is de volgende rechts. Dus... Hier. Hier is het rechts. Oh, zeg maar links. Hè? Oh, wat erg! Hè? Doei. Oh. Doei, jongens. Hoezo naar rechts? Nou, ja, zeg ze dat. Gaan wij hierheen? Ja? Komen ze nou achter mij aan? Nee, we gaan gewoon rijden. We gaan gewoon rijden. We gaan gewoon rijden. Ja. Nu begint het, jongens. Nu begint het. Ah, yes. Daar gaan we. Daar gaan we. Bergpasje. Oh. Jongens. Sick, hoor. Niet normaal. Dit is echt mooi. Dit is echt super vet. Oh, oh, wat ben ik blij dat er nog in zit. Echt. Ja. Wat ben ik blij dat we dit... Wow, kijk hoe groot het is. Oh joh, die berg zo. Heel erg vet. Damn. 2 minuten, guys. Nog 1,5 kilometer aan deze weg. Oh ja, 2 minuten. 1,3 kilometer en dan linksaf. Oké. Als je gewoon geen idee meer hebt waar je bent, hè? Ik doe gewoon wat me gezegd wordt. Het is hier links. Hier is het, dit is het. Dan moeten we hier een klein gelijk links pad op. Ja. Denk ik. Ja, een roadtrip is niet zomaar een roadtrip. En inderdaad, ineens in de verte zien we een opdracht. Ik zie een kistje en dan weet je eigenlijk, we moeten hier iets gaan doen. Wat is dit nou weer? Een soort chaude boel. Eieren.
We zien een soort speelveld met allemaal struisvogel-eieren. Wat moeten we hiermee gaan doen en hoe fout kan dit gaan? Probeer allemaal met twee planken de overkant te bereiken zonder de grond te raken. Dat wordt op eieren lopen. Als het lukt, verdienen jullie geld. Oké. Snap je? Twee planken en het... de overkant is het kistje, denk ik, hè? Ja, dus zonder de grond te raken. Jezus. Nee, Daniel, wat doe je nou? Huh? Oh, vol met je gewicht. Nee, maar wat, dit kan niet. Oké, okay, nou. Nee, maar niet goed begin dit. Oh, nee. Hè? Wauw. Oh, dit is echt niet normaal. Zo vet. Wat is het voor lijpe plek. We hebben een locatie gekregen en wanneer we daar aankomen zien we dat er een soort van ja, mini-opdracht is gebouwd. Okay. Jij bent, probeer allemaal... Hoe zwaar weeg jij? 75. Ja, jij bent sowieso lichter. Hey, shit, jullie zijn misschien wel het zwaarst. Ja, maar ik zak hier ook doorheen. Ga jij anker, ga jij erop. Ja, ga jij... Hoeveel kilo zijn jullie? Ja, ik ben sowieso het zwaarst, dus ga jij hem op? Probeer maar gewoon. Rustig. Ja? Ja, rustig lopen. Okay, rustig lopen. Ja. Heel goed. Je kan het. Beetje links blijven, want hier zit hij. Dan skip je om. Ja. Gaat goed, Oké, okay, ga maar. Rustig erop. Echt voorzichtig. Oeh. Oh. Ja? Ja, rustig. Voorzichtig. We moeten die planken aangeven. Zij gaat hem nee. Een plank aangeven en dan kan ik hem doen, toch? Dan kan zij hem daar leggen. Niet loslaten, want ik moet eerst balans hebben. Anders flikken, anders plukken. Ja, maar ik moet nu mee. Oh nee, dat gaat goed. Ja, goed zo. Leg hem daar. Oké, dat maakt niet uit. We houden hem zo. En ze begint en echt gelijk al gaat het eerste ei kapot. En ik denk echt, er staat nu maar één iemand op een plank. Hoe gaan we dit ooit met z'n drieën doen? Zo, heb je hem vast? Denk het. Dan mag jij naar die kant lopen. Laat hem nu los. Ja. Ja, je kan hem omhoog. Zou ik hier oplopen? Oh, nee! Ah. Je mag terug naar het begin. Ja. Dit wordt echt helemaal kut. Laat mij dit even proberen. Loop rustig. Ja? Jurre? Pak maar hoe ga ik hem daar neerleggen, schat? Luister, ik help jou. Jij komt erbij. Ja, dan moet je erbij. Ja. Ik kom erbij, wacht. In het midden? Stil, wacht. In het midden blijven? Niks zeggen. Oh! Maakt niet uit. Oké, iets verder, ik ben er bijna. Wacht, ik kom er niet bij, schat. Wacht. Ga. Ja. Oké. Dat is heel rustig. Het moet lukken. Dit is wel een beetje een opdracht voor mij. Ik heb vroeger ook bij een circus gezeten. Ik kan er wel vasthouden. Niet te veel praten even. Ik denk meteen, weet je wat? Ik ga dit wel even regelen. Ik wil het doen. Maak je ons sterven. Papa. Oh, hoor je ze breken? Oké, nu moet Ranomi hierheen komen. Ja. Ja, wacht. Oh nee, met eieren. En nu? Oké, ja, doorlopen. Door. Je moet doorgaan. Kijk, kom maar hier. Oké, ik denk dat die niet heel veel tijd meer hebben, maar... Ja, let's go. Oké. Op die leggen daar. Maar die andere eieren hebben we weer nodig. Kom, stap eroverheen. Oké. We hadden echt geen snoep moeten eten. Kijk, nu de plank eraf, maar geef die eieren. En een plank. Kom maar, jongen. Kom maar, eitje. Ja, lekker. Ja, even kijken. Nee. Daniel, even, laat me even. Niet zo wild. Ja, want nu ben ik hem kwijt. Oké, kom maar, laat mij er even heen. Ga dan. Ja. Oké, check. Kom maar. Ja. Ik zweer het, door je hurken. Ga in het midden. En balans. Zie je? Maakt ook niet uit als je doorheen zakt. Gewoon doorlopen. Lekker. Oké, Ranom, kom. Lekker. Oké. En Daniel, dan geef doen we gewoon weer hetzelfde. Geef één plank. Oh nee, kom maar. En deze vast. En dan moet jij met die plank, dan moet je dat ei daar eigenlijk die kant op doen. Niet te hard. Juist. Ja. Yes. Oké, netjes. Kom maar. Oh. Maakt niet uit, je bent er. Wacht. Zit... Oh, mijn rug. Oh, wacht. De grond. Uiteindelijk is het bijna gelukt. Alleen ik was dus die gast die
per ongeluk met mijn voet op de grond stond. Dus we moesten weer helemaal opnieuw beginnen. Tipo, kom. Prima. Hier? Ja, ja. Geef. Goed zo. Check. Ga maar gewoon lopen. Ja, laat me gewoon proberen. Want met één ei lukt het misschien... Heel goed, sorry. Prima. Dit is een beetje bullshit. Prima. Oké, wacht. En nu? Nu zijn we er. We zijn er! Oké, hop, open. Ja. Yes! Lekker! Waarom hebben we nou zo'n moeilijk gedacht over deze opdracht? Mogen we op de grond? Ja. Hoeveel is het? 1000 euro. Oké, let's go. Nou jongens, top gedaan. Ja. We hadden het relatief snel door. We hebben het binnen 15 minuten gehaald. 1000 euro op de eerste stop tijdens onze roadtrip is gewoon heerlijk in de pocket. Lekker zeg, hè? Een struisvol geaai. Op naar de volgende opdracht, denk ik, hè? Ja, maar dit was moeilijk. Zonde. Ja, dit leek heel makkelijk, maar dus toch niet. Let's go. Oké. Helaas was de tijd voorbij, opdracht niet gehaald en geen geld in de pot. We komen aan midden in de bergen op een verlaten plekje. En daar stonden drie hele grote kisten. Sorry, Anke. Ben je zeker van je zaak? Hey, ben je zeker van je zaak? Je mag één kist meenemen. Deze kist kost 500 euro. Ben je zeker van je zaak? Wat shit zou je inzitten dan, jongen? Ik wel, maar... Ben je zeker van je zaak over of je weet wie de mol is? Of je je test goed hebt gemaakt? We hebben natuurlijk nog wel 5 vragen over, hè, jongens. Misschien zit hier wel een antwoord in van een van die 5 vragen, hè? We kunnen ook ervoor kiezen om niet een kist mee te nemen, wat 500 euro scheelt. Dus er moet een aanwijzing in die kist zitten, denk ik. Want anders zou het je niet geld kosten. Ik denk wel dat er iets in zit, hoor. Ja, maar als er niet van Jokers of zo... Maar we zijn alle drie niet zeker van onze zaak. Nee. We kunnen nu niet gaan doen alsof we alle drie... Nee, want we weten het gewoon niet. Toch? Kijk, wat zien we allemaal? Oh, puzzelachtige dingen, daar ben ik zo slecht in. We nemen er gewoon eentje mee, één iemand. We delen het met elkaar wat erin zit. Of we nemen niks mee. Nee, we mogen één kist meenemen, kist kost 500 euro. We hebben zo... en net 1000 verdiend. Sowieso een kist. Ja, hoezo eigenlijk? Nou, ben ik het ook al mee eens. Dat ik wil weten wat erin zit. Om sowieso een kist mee te nemen? Ja. Oké. Wat? Ben je zeker van je zaak? Jullie mogen één kist meenemen. Deze kist kost 500 euro. Het maakt mij eigenlijk geen donder uit. Nou, dan, als het jou geen donder uitmaakt, dan neem ik die van mij graag. We moeten er gewoon één meenemen. Kunnen we rock, paper, scissors doen? En we kunnen toch delen met elkaar? Doen jullie maar rock, paper, scissors? Leuk! Als je de informatie maar delen die erin zit. Ja, goed. Dat is echt de voorwaarde. Dat is goed. 3, 2, 1. Jij gewonnen. Mag jij even mee? Hoppa! Nou, koffertje ingepakt en wel. Benieuwd? Je moet ons vertellen wat erin zit. Ja, rustig. Oké. Mag ik open? Die zei, zo gaan we op pad met een onbekende kist op de achterbank. Waar iets in zit waar we niet bij kunnen. Maar ik denk meteen, we zien wel wat daarin zit. En we zullen het wel merken wat daarin zit. Volgende. Daniel? Ja. Kom. We moeten gewoon een keus maken welke we pakken. Wil iemand... Ik ben niet zeker van mijn zaak, dus ik denk dat mijn kist... dat die niet oké gaat zijn. En dat is meer een gevoelskwestie. Maar ik zou dan zeggen, omdat jij bij de vorige geen kans hebt gehad voor iets... om überhaupt iets te doen, neem jij jouw kist mee. Eens? Nee, dat is zwaar. Uiteindelijk hebben we supersnel besloten dat het mijn kist zou worden. Ik weet ook niet zeker wat dat betekent voor mij... en of dat voordeel voor mij heeft. Ik denk dat het iets goeds is, want het kost geld. Ja. Nou, of misschien geld wat we nog gaan verdienen. We hebben het eigenlijk niet echt gehad over wat er nou in kon zitten. Het was best een grote kist.
Ik denk omdat we zo bezig waren met het spel en we wilden die kist en die kist moest achter in de auto en we wilden gewoon door, dat we gewoon die gigantisch zware kist hebben gepakt en gewoon in de achterbak hebben gelegd. Oké. Okay. Alright. Yes. Nice, nice, nice. Next. Ja, ja, hier links, hier links. Stop maar. Het is een huisje, jongens. Oh mijn god, wat schattig. Oh jeetje. Oh, wat schattig. Oh mijn god, we slapen met z'n drieën in één huisje. We slapen met elkaar in één huisje. Oh, ik neem die. Het kinderbedje. Oh mijn god, pas ik hier op? Je ligt echt als Sneeuwwitje klaar. Ja. Oh, wow. En mijn twee dwergjes. Ja. Hoppakee. Ja, Naomi, zijn we hier gewoon bij het hotel, weet je wel. Dan gaan we gewoon even slecht naar binnen, snatten. Eten, patat. Zouden ze hier patat hebben? Patatrestaurant. Lekker. Oké, dus dit voelt goed, dit drito. Nou. Ja. Toch? Okay. Ja, dat vind ik ook wel. Maar denken we dat er morgen iemand naar huis gaat? Ik denk dat er morgen sowieso wel iemand naar huis gaat, maar dat kan bij hun zijn en dat kan bij ons zijn. Ja. En ik vond het heel opmerkelijk dat we 15 vragen hadden. Dus gaan we dan nog 5 vragen krijgen? Daar ben ik ook benieuwd naar. Maar heb je gespreid of zit je op één iemand? Dit zijn dus nu wel de dingen die we nu gaan delen. Huh? Ja, toch? We zijn een groep. We zijn hier dus met z'n drieën. En het is echt weer een supermooi hotel. Mooie locatie ook. Alleen je gaat dan toch denken van, hey, wat is die andere groep aan het doen? Hey, Soy. Ja? Ik heb hier nog een koffer voor je. Oh ja, was ik hem weer vergeten. Ja, Thijs. Maar goed, we zitten allemaal op Daniel. Ja? Ik zit iets minder op Daniel. Zooi. Op Zooi. Zooi is gevaarlijk, hè? Zooi is echt een gevaarlijke rakker. Gevaarlijk, hè. En Anke? Verdenken jullie Anke? Nee. Niet echt, hè? Niet echt of zo. Maar niemand verdenkt haar. En dat vind ik dan en ook dat is, een dat, beetje dan, spannend, ja, eigenlijk. Ja. Zo. Hey, cheers jongens. Cheers. Cheers. Mm. Op de mol. Thanks. Is het een struisvogel? Nee. Oeh. Een struisvogel? Jee. But I saw one outside. Yes. Yes. I think it is a nephew. Thank you. That's okay. It's not possible. It's so evil. Nou, de koffers. Kist hebben we. Kist hebben we ook. Reizen, hè, Daniel? Zeker. Ja, Daniel achter het stuur. Ja, die had daar ook wel heel erg veel zin in. Ik moet toegeven, ik was toch een klein beetje bang in het begin. Dat ik dacht van, nou, kan die wel een beetje alles inhouden, zijn energie. Lekker, Daniel. Lekker, piek. Lekker, man. Dit is de drive, denk ik, hè? De day. En vandaag zitten papa Daniel en papa Soy aan de voorkant. Ons kind Anke achterin. En zo zijn we lekker op pad gegaan. Gaan we dan? Nou mensen, daar gaan we. Daar gaan we dan. Hey. Deel 2. Ben je nou weer je neus aan het poederen? Ja. Kan niet anders, hè? Zo moet ik de dag even beginnen. Ja. Nee, anders dan zie ik echt uit als een soort van paling. Glimmen. Ja, opgemaakte paling. I do believe that something good is happening here. I do believe. Ik ken het niet hoor, dit liedje. Een beetje doorrijden wel. Nou ja zeg. Ik denk het doet lekker rustig aan. Gaan we nu, de chauffeur gaat nu de andere chauffeur commentaar geven. Nou. In dat stadium zijn we nu gekomen. Dag 2. Ja, dan komen de irritaties naar boven en dan komen de. Nee, ja, je rijdt heel lekker rustig. Ja, moeten we maar niet een klein niet beetje iets tempo maken. Ben je blij met dit tempo, Anke? Is het beter? Ja, ja, gewoon een beetje up tempo, ja. Hoor. Ah, hier. Laten we echt even goed overleggen en goed nadenken voordat we overhaast. Dat zeggen we ook altijd, zeg maar. Ja. Zeg het ook vooral tegen jou, Daniel. Ja. Nou, hey, vorige keer hebben we die opdracht al gelukt, hoor. Nou, ik zie wel weer iets staan. 5 papiertjes zie ik. Wat staat daarop? 5 struisvogels, plaatjes. Struisvogeltjes. 1, 2, 3, 4, 5. Hier, filmpje. Door je koppen
het zand te steken, kom je erachter welke struisvogel 3 keer voorkomt. Zo weet je ook in welke van de 5 eieren het geld zit. Door je kop in het zand te steken. Dus staan daar, kun je je kop in het zand steken. We moeten eerst hier zijn. We moeten eerst hier zijn. De 3 dezelfde struisvogels. Zit er een verschil in? Deze ja. Is anders. Oh, ja, ik zie het al. Maar deze is ook anders. Kijk, dit pootje is ook anders. Deze pootjes zijn hetzelfde. Dit heeft een soort langbeen. We moeten zo meteen gaan kijken in onder de grond welke daar ligt waarschijnlijk. En dan het ei daarvan openen. Water, jongen. Water is de key. Ik denk al vanaf vroeg water. Moet je maar uitvoelen. Ja. Je hebt hele zachte huid. Ik heb echt een zachte huid. Ja, veel water. En ik ben 38, hè? Ja, ik zie jou nooit water drinken. Ik drink alleen maar water. Jij drinkt geen koffie, geen alcohol. Geen koffie, geen alcohol. Dat scheelt ook wel. Ja. Geen prik en zo. Water, jongen, is de key. Oh, dat is mooi, hè? Kijk nou eens, joh. Oh, jongens. Ah, ik zie hem hier. Ah, je hebt iets. Ja, ik zie hem. Oh, wacht even. Oh, je moet... Er zijn 2, 4... 5, 6 en je moet kijken welke 3 keer voorkomt hier. Waar zie jij dat? Oh, hier. Oh, oké, ik weet het. Laten we... zal ik daar gaan staan? Ik ga daar staan. Jullie geven aan mij door wat jullie zien. Oh, welke struisvogel 3 keer voorkomt? Daniel, je moet even uitleggen aan mij wat je ziet. Ik zie degene met die 3 dingen zie ik het meest. Dus dat je de buik hebt met 3 delen. Buik met... Ja, precies. En dan aan de linkerkant van die buik... Aan de linkerkant van de buik... 2 van die strepen. Ja, en heeft hij zijn pootje krom of recht? Krom. En zijn nekje, is dat dubbel of is dat enkel? Dubbel. Dan is het nummer 1. Oké. Ik denk dat het die is. Dit Kijk, was het. Deze, ja, dit was het. En die. Zie je? Dit was het. Oké, dan ga ik nu naar het andere gaan kijken. Ja. Waarom zien we geen beesten? We gaan er weer een horroropdracht tegemoet. Reception? Reception inquires. Gastenplaats closed? Plaats. Dat is een plas. Nee, plaats. Op vakantie vind ik het altijd leuk om maar gewoon een weggetje in te slaan en dan maar kijken waar we uitkomen. En zo voelde dit eigenlijk ook. Want ik reed een onverharde weg op en ik wist eigenlijk niet waar we naartoe gingen. Even serieus. Lauw van Pieter. Deze gaan we goed doen. Wow, kijk al die schapies. We komen op een hele mooie boerderij die tussen een soort van heuvelachtig dallandschap ligt. En heel erg in de verte zien we 6 opgestelde eieren en een boog. Dus ja, dan is het rekensommetje snel gemaakt. Ja! Oké. Waar schieten jongens? Archery. Eitjes. En? Wacht, ik kan het niet goed zien. Kom erbij. Ja. In 1 van de eieren zit geld. Des te meer eieren jullie raken, hoe groter de kans dat jullie geld verdienen. En hoe vaak jullie mogen schieten, is afhankelijk van hoeveel pijlen jullie vangen. Als de speeltijd voorbij is, mag je kijken of in 1 van de eieren geld zit. Pijlen vangen. Waar komen die vandaan dan? Ik zie hier, lijf 3 delen, nek 2 delen. Ja? En 1 buikvleugel, noem ik maar even. Oké, check. Die heb ik hier. Dan heb ik er hier eentje met... Hé? Deze ken ik niet. Oh, ik weet het. Het is die met het dubbel nekje. Ja. 2 vleugeltjes op de borst. Ja. Krom pootje. Ja. En 3 delen lijf. Ja, dat is 1. Dat klopt. Die had ik ook. Oh, oh nee! Wacht, ja, ruin. Niet gevangen, kom. Vallen. Shit. Oké, wacht. Hier. Hier een beetje. Hier niet daar. Ik hier. Ja. Wat er is natuurlijk altijd in Wie is de Mol is er zo'n spel waarbij mensen er gewoon heel onnozel uitkomen. Dat was denk ik dit. Ja. Plus iedere keer wanneer ik bijna iets vang, gil ik. Die pak, deze voor jou dan. Zie je? Dus ja, dit was denk ik niet mijn mooiste moment. Nee, je hebt hem, hij komt op je hand. Ik ga erop duiken, jongen. Je moet hem gewoon tegenhouden. Ja! Yes! Geluk, hè? Wel met geluk. Ja, we hebben er 1. Oké, 1. 1 deel bij de borst. Dit is 3 delen bij de buik. 2 delen bij de nek. 2 delen bij de zijkant van de buik en kromme benen. Dat is ook 1.
Dus? Ook één. We gaan voor één. Zeker weten, maar Anke, jij gaat niet even dubbelchecken of zo. Je denkt gewoon, jij vertrouwt ons gewoon. Prima, doen we één. Dus we komen er eigenlijk achter. Nou, dat is hem. En het kan er maar eentje zijn. Dat is nummer 1. 100% zeker. Oké. Okay. Zit niks in. Hebben we niet goed. Hè? Hè? Nou, dat is helemaal kut. Nou, dit is... Wat zitten we dit nou weer overhaast te doen dan? Nou ja, volgens mij klopt het gewoon. Ja, dubbele tafel, dubbele nek, door. Het is nummer 1. Ja. Oké. Okay. Kan je goed kijken? Neem je tijd, hè? Kom op, hè. Neem je tijd, jongen. Neem je tijd. En trek hem helemaal naar achter. Oeh! Oké, was oké. Voor deze opdracht hadden we 15 minuten. Maar we moesten natuurlijk in die 15 minuten ook schieten. En met name raak schieten. Ja. Oeh! Oh. En nu weer vangen? Ja, nu moeten we vangen. Fili, ja, yes. Goed zo. Nice. Pakken! Ja! Yes! Oké, okay, netjes, jongen. 3, we hebben er 3. Kom aan. Woe! Wat een intens. Ja, goed zo. Nice. Oké, okay, we gaan er nu. Yeah. Oh, die is ver. Oh. Ja, ja, goed zo. Vang. Yes! Yes. Oké, okay, genomen. Hoe meer pijlen er kwamen, hoe beter het ging. Ja, goed zo, die twee erbij. Dat is voor jullie. Yes! Oké, okay, we hebben er weer. Ja. Maar degene die echt de beste vanger is en de beste springer, dat is Nabil. Nabil heeft echt verreweg de meeste pijlen gevangen. Ja, we gaan wel, misschien wel 3. Ja, maar we hebben nog maar 5 minuten. Nee, misschien wel 3 achter elkaar. De tweede van rechts, denk ik. Ah. Ja. We hebben alle tijd. Ja. Ja, en gewoon echt goed luisteren. Begrijpen we wat we moeten doen? Ja. We zijn er al over een kwartier bij de volgende opdracht. Dus we kunnen gelijk weer aan de bak om te revancheren. Ja. Ja, we gaan er één in hebben. Focus. Oh! Dus die denkt, oh, ik zit er net naast, maar dan moet ik straks echt met een, ja, weet ik veel, fractie van een millimeter moet je dan naar beneden en dan lukt het wel. Oh! Als het dan lukt, ja, dan komt er echt een gevoel van euforie naar boven. En dan is iedereen ook blij. En het is heel gek, want in het dagelijks leven ben ik niet zo, hè. Sorry, gasten. Hoezo, voor wat? We hebben er 2. Nee, schat, we hallo, we hebben eindelijk hebben het goed gedaan. We hebben 2. Leerkisten. Leerkisten. Nee. En daar staan weer 3 kisten. Dit meen je niet. Ben je zeker van je zaak? Ben je zeker van je zaak? Ben je zeker van je zaak? En nu is een andere volgorde. Nee! Nu krijg je namelijk het ding. Dat we, als we één van deze dingen meenemen, hebben we geen geld, hè? Dan hebben we al die spellen voor niks gedaan. Ja, we gaan er sowieso één meenemen. Zeker? Toch, jongens? Ik zou heel graag die van mij mee willen nemen. Ja? Maar jij wil hem ook graag, Daniel. Ik wilde hem vorige keer al heel graag. Ja. Ik baal er een beetje van, want de eerste keer had Soyuz een kist meegenomen. Want Anke hoefde niet echt een kist. En nu zei Anke opeens, ja, ik wil die kist ook wel. Ja, dat is een lastig spel wat je dan doet. Ik wil gewoon heel graag door en ik denk dat Daniel het gewoon net iets slimmer speelt. Maar jij hebt al een joker gehad, dus ik vind eigenlijk niet per se dat jij deze ronde heel veel te willen hebt daarin. Ik dacht, ik ga even de discussie aan met Daniel. En wij zijn supergoed en we vertrouwen elkaar redelijk. Maar ik hoopte dat ik hem zo ver zou krijgen dat hij mij die kist zou gunnen. En ik heb vorige keer wel voor het geld gekozen, wil ik nog even benadrukken. Het zijn allemaal onze eigen keuzes natuurlijk, maar je hebt gelijk, ik heb al een joker gehad. Neem me mee. Dat is prima. Serieus? Als ik eruit vlieg, dan wil ik graag dat jullie aan dit moment terugdenken. Dan mag jij hem prima meenemen, maar... Oké. Okay. Zeker? Dan, ja. Oké, okay, besloten. Jij mag hem dragen dan. Ja. Oké, okay, jongens. Doe ik het wel weer. Nee, geen geld. Nee. Nee. Het ei met het geld erin was het tweede van links. Daar heb ik niet op gemikt. Nee. Jawel. Nabil heeft wel op het ei gemikt, maar uiteindelijk heeft hij een ander eitje geraakt. En zitten we nog steeds met 0 euro in onze handen. En dat is echt niet goed. We hebben geen geluk.
Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat toen hij overstag ging en we later in de auto zaten, dat ik me een klein beetje schuldig voelde, want hij baalde ervan. Maar goed, ik had anders gebaald. En ik wil gewoon door. En uiteindelijk, ja, wil ik toch gewoon ook vooral zelf door. Kistjes. Jongens, weer drie kisten met onze namen erop. Ja. Ben je zeker precies van hetzelfde. Zaak? Mijn gevoel, ja, ik zou zeggen, ik wil nog wel een kistje. Maar ik weet niet of het handig is als we twee dezelfde hebben. Dus Nabil, ik sowieso niet. Zeg jij maar, zou jij hem willen? Op dat moment had ik eigenlijk voor mezelf bedacht van, ik heb best wel vaak een beetje gestreden voor mijn ding. Dus ik wilde eigenlijk een stapje terug doen om anderen de kans te geven om ook eens een keer een beslissing eerst te laten maken. Als je hem wil, dan mag je hem pakken. Ik pak hem dan wel. Ja. Is hij weer zo zwaar? Ja. Oké. Dan ben je toch weer aan het gissen, want we hebben twee kisten met allebei een slot erop. Dat je denkt, ja, maar wat moeten we hiermee? Het zit er misschien straks in die kist wat voor mij nadelig kan zijn. Dat soort dingen spoken allemaal door je hoofd. Wil je iets verder, dat we daar? Nou. Nee, zeker niet. Ja. Let's go. Oh. Ja, boogschieten. Weer eieren, jongens. Weer eieren, ja. Het was heel duidelijk. In een van die eieren zat geld. En we moesten zoveel mogelijk van die eieren omschieten. En dan hoopten we maar dat we het geld te pakken konden krijgen. Ja, ja, ja. Ja. Oh, maar dat is fucking eng, joh. Maar die... Oh, Christus. Kom. Ja, die heb je. Pak hem. Ja. Maar ja, jongens, dit is gewoon, het komt recht op je af. Dit gaat... Fuck! Zie je hoe moeilijk het is? Dit gaat helemaal niet goed. We hadden nul pijlen na een paar minuten. Dus Daniel begint en die gaat als een soort jonge hond achter die pijlen aan. Ja! Ja, pak hem. Yes, lekker. Misschien is het te verstandig, want jij kan goed vangen. Dat jij alleen maar vangt en dan ga ik... Pak hem. Ja! Lekker gek schieten. Kom, schieten. Okay. Ik blijf en Anke, wat doe jij? Ik sta achter. Oké, super. Ik heb echt een stapje terug gedaan. Maar... Heb je dit gemerkt? Heel goed. We konden, en ik heb een stapje vooruit gedaan. Ja. We konden 2000 euro winnen. We hebben nul verdiend, maar we moeten de 1000 uitgeven. Ja. Denken we, dat weten we natuurlijk niet. Kan maar... uit de pot misschien. Ja. Jure, als jij het bent, dan ben je de best, man. De best of the best. Het fijne is... Nee, maar jij echt. Maar jullie staan alle twee niet op mijn verdenklijst. Waarom zitten wij dan in één groep? Ja, omdat ik me gewoon chill voelde bij jullie en ik dacht gewoon... Ik wil niet... Even rust. Ja. Close. Nou, ja. Maar laat je Anke ook nog iets doen, of... Ja! Ja! Yes! Oké, check. Mag ik nog met Angie? Ja. Ik zit er nu lekker in. Hoe, één hand. Ja! Ja! Yes, je hebt er weer twee, jongen. Kom maar, ga maar door. Daar rechts zie ik dus alweer struisvogels. Kijk, goed opletten hier. Oh ja, weer struisvogeldingen. Super huge, kijk. Oh jee, en gaten. Tablet. Door je kop in het zand te steken, kom je erachter welke struisvogel drie keer voorkomt. Zo weet je ook in welke van de vijf eieren het geld zit. Oké, welke struisvogel? Ik zie hier twee gaten. Welke zijn drie gaten. Drie gaten. Dus ieder onze eigen gat. Oké, neem jij die, dan neem ik deze. Oké, laten we gewoon dit in je bek stoppen. En dan kom je erdoor. Dit is sick. Dit is een hele rare situatie. Dit is echt een sicke situatie. Kijk, drie, twee, één, go. Er waren dan drie gaten en we moesten alle drie moesten we onze kop erin steken. En ik zie zes plaatjes en we moesten dus kijken welke plaatje het meeste voorkomt in die drie kuilen. Wat zien jullie? Even kijken. Oké. Bij mij is er eentje zonder snavel.
Ik heb... En de rest zijn hetzelfde. Ik heb ook eentje zonder snavel. En ik heb eentje met een snaveltje naar rechts. Ik heb, je moet ook naar de poten. Ik heb 1, 2, 3, 4. Wacht, ik kan die andere niet zien. Het zit in die lijn in het midden en ook in de staart. 1, 2, 3... Vier. Maar ja, dat is dus best wel een ding. Want je zit met je hoofd in een hele gekke positie. Zit je al in die doos? En dan moet je ook nog eens gaan kijken van... wat zijn nou de verschillen tussen mijn plaatjes? Dat dan communiceren met de rest. En dan kijken wat er overeenkomt. Waar kun je nog meer op letten? De poten. Ik heb... Misschien bij de voeten. 1, 2, 3. Oh, jongens. Bam! Lekker, lekker, lekker! Sorry. Pak hem... Nee. Shit. Yes! Hebben we er nog één? Nee. Bijna. Oh, jongens, kom op, nog één. We hebben er nog één nodig. Ja, got it! Yes! 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 Oh, en nu beter schiet je het ei op. Goh, goh, goh. Nou, jongens. Goed gedaan. Wacht, jongens. Jullie moeten gewoon optellen welke bij jullie het meest voorkomt. En dan moeten we samen kijken welke dat is. En die komt het meest voor. 5, 6. Ik heb 5 van de 6 hebben een kraagje. Jongens, bij mij zijn 5 van de 6 hebben een kraagje. Wacht, dus als okay, het aan mij kijken. Ligt, hebben we geen kraagje. Zo moeten jullie kijken, wacht. Jawel, want dan kunnen we het kraagje toch wegsnijpen. Dat is wel, Renomi heeft gelijk. Als jullie eens kijken... Ja, oh, dat bedoel ik. Ja, hoeveel hebben een kraagje? Hoeveel hebben een kraagje? Laten we zo beginnen. Ik zie 1, 2... Eigenlijk kwam Renomi best wel snel met het idee om struisvogels af te kruisen. Wacht. Maar ik heb dus ook... ik heb deze dus ook het minste, want ik heb die voetjes ook hetzelfde. Hebben jullie dat ook? Want dan kunnen we die ook afstrepen. Oké, even zo foutje erin, dan weten we dat we die... Ja, deze is dan niet. Foutje. Dus als wij heel veel struisvogels zagen met een kraagje wat zo ging... dan vouwden we in ieder geval de struisvogel om met een rond kraagje. Want ja, dat zou dan waarschijnlijk niet de struisvogel zijn geweest die we moeten zoeken. Deze komt bij mij, maar ik moet even kijken naar dit en 1, dit. 1, 2, ja, moet ik ook even kijken. Dus... Oké, laten we nu even allemaal kijken naar die 2 punten. Die 1 of 2 dingetjes. Nu maar hopen dat het niet in dat ene ei zit. Zo, echt veel eieren hoor. 5. Moet ze kapot maken? En hier zit niks in. Hier zit niks in. Hier zit niks in. Hier zit ook niks in. Dit meen je niet. En daar? Nee. Oh, hier zit iets in. Oh, echt? Wat is laten liggen? Gelukkig zie ik nog een ander ei liggen, waar blijkbaar overheen was gekeken door Daniel. En ja hoor, daar zit geld in. Ja. Maar 200 euro? 200 euro. Nee, joh. Of is dit het 1 blaadje? Ah, dit vind ik wel een beetje karig. Voor hoe hard we hebben gewerkt. Of is het 1000? Het is 1000 euro. 1000 euro? 1000 euro. Wow. Wow. Nou, lekker. 1000 piek, dat is zeker goed verdiend met zo'n opdracht. Ik ben er eigenlijk heel erg blij mee. Er zijn opdrachten dat we niet verdienen namelijk. Oh. Lekker gewerkt. Echt genoten van jullie. En je wilt geen, hè, Rono? Nou ja, het maakt niet uit. Gewoon hoeveel hebben een lijntje? Hoeveel een lijntje hebben? Ik heb er hier in ieder geval 1 die het niet heeft en de rest... 1, 2, 3, 4... Wel. Maar dan moet het toch deze 5. zijn? Ja, 1 man. Ik heb 1, jij hebt 1, jij hebt 1. Toch? Dit moet 1 zijn, toch? Pak hem maar. Straks ontploft hij. Pak 1. Zit er wat in? Hoe kan dit nou? Niet goed? Nee. We hebben elkaar niet gecheckt, hè? Hadden we elkaar nog even moeten checken. Jeetje. Ja, maar het is zo gecompliceerd. Check maar. Ja. En ik denk dat we best wel een oké tactiek hadden, want zoveel tijd hadden we ook niet. Dus we kwamen erachter wat we moesten zoeken, wat de verschillen waren. Ja. Alleen dan is er ergens iets misgegaan in de tellen. Oh, ja. We kwamen toch langs een waterval? Ja, het is nog een kwartiertje inderdaad. Ja. Dan zijn ze daar aan het wachten, man, en hebben we dan de executie. Sick. Hoe zit dat met die kisten? Ja, dan zou ik wel geen koffertje meer mogen pakken, denk ik. Hè? Dan zou ik geen koffertje meer mogen pakken. Nee. Als er iets in zit wat je kan verdelen... Ja, dan gaan we verdelen, toch?
Hoe lang moeten we rijden nu? We zijn er om iets voor vier. Bij die grotten? Ja, en ik denk dat we dan de executie hebben. Jeetje, misschien zit ik straks gewoon wel in de auto terug naar Afvallers Hotel. Jullie hebben toch je kisten? Hoe benieuwd. Het allemaal nog gemindfucked gaat worden. Wat gaat er nu gebeuren? Dag Nabil. Na twee hele mooie dagen en hele relaxte dagen waarin we echt eigenlijk het spel een beetje hebben losgelaten, staan we voor Rick. Nou ja, dan weet je dat er iets gaat komen. Oké. De auto gaat uit, hè? Zal ik die pakken? Hey. Moet ik helpen? Nee hoor. Hey. Nou, ik had Anke's kist vast, want het ding is echt hartstikke zwaar. Ik had er natuurlijk al een soort van de kist gegund. Maar goed, ik bracht hem ook nog beneden. En daar zien we onze andere drie medekandidaten staan. En inderdaad ook met twee kisten. Welkom in de Kangoo-grotten. Hebben jullie een beetje genoten van jullie roadtrip? Ja. Ja? Ja. Heel goed. Jullie hebben onderweg ook opdrachten uitgevoerd. Daar is geld bij verdiend. Voordat jullie vertrokken zat er 6800 euro in de pot. En daar is door die opdrachten 2000 euro bijgekomen. Maar er is ook geld door jullie uitgegeven. Nabil, Ranomi, Anke... Zoi, ik begrijp dat de mysterieuze kisten onweerstaanbaar waren. 2000 euro uit de pot. En dat betekent, Anke, dat ik van jou geld krijg. Ja. Ja. Die zag ik niet helemaal aankomen, want ik dacht... nou, zij zullen toch wel een opdracht hebben voltooid... waardoor ze geld hebben verdiend... en dat ze dat misschien hebben uitgegeven voor hun kisten. Maar dat is niet zo. Ze hebben gewoon... niks verdient en eigenlijk gaat ons geld dat wij hebben verdiend gewoon ook weg de prullenbak in. Nou, dat hebben ze niet gehad. Niks, nee. Dit krijg je van mij terug. Mag je aan je medekandidaten geven? Oké. Dank je wel. Ik ben heel benieuwd of jullie die kisten 2000 euro waard vonden. Nu mogen ze openmaken. Eindelijk het moment van de waarheid. Een joker, een vrijstelling. Nou, we hebben van alles gespeculeerd. Maar het moest wel iets van iets geweldigs zijn... wat ons verder zou helpen naar aflevering 7. Fuck. Stoeltje. Ach, wat fijn. Wacht even. Hé? Oh, nee. Ik denk dat deze stoelen jullie bekend voorkomen. Ja. De eliminatiestoel. Juist. Jurre en Daniel. Jullie hebben geen kist gekocht. En dat betekent dat er voor jullie geen plek is bij de eliminatie. Hé? Dus? Jullie krijgen je scherm niet te zien. Jullie zijn door. Oh. Oh my god. Ik had wel een mindshock. Lekker man. Ja, even wachten. No worries. Jurre. Ja, dat was echt heel zielig, maar ik was natuurlijk zo intens blij. Voor mezelf. En Daniel en ik keken elkaar ook echt zo aan van... oh my god, gebeurt dit nou echt?
En ik dacht ook, oh god, het universum die wil dit. Ik heb een stapje terug gedaan en ik word beloond. Dank u, wie is de mol? Soy, Anke, Ranomi en Nabil. Jullie hebben je eigen stoelen meegenomen voor de eliminatie. Jullie mogen die meenemen, met mij meelopen. Dan gaan jullie de test afmaken. De laatste 5 vragen. Kom maar. Ik baal zo erg dat ik toch zo moeite heb gedaan voor die stoel. Maar ook van dat ik gewoon dit programma niet begrijp. En dat ik steeds denk dat ik het begin te begrijpen, maar dat er dan weer een twist in zit. Niets is gewoon wat het lijkt hier. Oh. Kan je het al geloven, dit? Lijp shit, ouwe. Oh. Dat is het enige wat ik denk. Oh. Je eigen kist meenemen, of je eigen stoel. Wij zijn dus gewoon beloond omdat we niet voor onszelf kozen. Ja. Dus eindelijk wil zeggen, ik heb nu een keertje niet voor mezelf gekozen. Ja, dat heb ik ook. Ik heb een keer niet voor mezelf, want ik had natuurlijk voor de joker gekozen bij dat ding. Daar voelde ik me super kut over. Ja, wij daarvoor ook al een keer met die joker. Ja. En oh my god, hier worden we daarin beloond. Iedereen gaat ons helemaal kapot haten, schat. Hey. Wat? Ja. Die 5 vragen, daar keek ik natuurlijk meteen mega tegen op. En daar hadden we ook over gesproken, want je weet niet wat er de afgelopen 2 dagen bij dat andere team is gebeurd. Ik heb best al wat spannende momenten gehad in dit programma, maar nu voelde ik echt mijn hart bonzen in mijn keel en zware ademhalen. En ik dacht, nee, ik wil er nog niet uit, maar de kans wordt nu zo groot. 1 foutje wordt gewoon afgestraft. Ik wist wel, ik heb die joker ingezet, dus misschien redt dat me er doorheen. Het belangrijkste is info, feiten, wie heeft gereden. Wie heeft er een joker? Wie heeft er een kist gepakt? En dan zie ik een vraag staan over de kentekens. En ik denk meteen, oh, wat was het ook alweer? En ik klik maar gewoon op de onderste. Omdat ik nog steeds niet zeker weet op wie ik wil gaan zitten, heb ik vooral vragen ingevuld op basis van kansberekening. Ik denk eigenlijk meteen met die 5 vragen, ik kan sowieso 50% niet weten. Want ik weet niet wat zij daar hebben gedaan. Het is echt puur gokken. Gokken en een beetje gokken op wat ik denk dat de mol in het andere groepje heeft gedaan. Ik dacht wel, ik ben nu zo ver gekomen, ik moet gewoon risico's blijven nemen. Ik bedoel, ik heb Ranomi ook die joker gegeven. En daar heb ik absoluut ook geen spijt van. En ja, ik had die stoel misschien niet moeten kiezen, maar ja, het zij zo. Ik dacht ook, ik ga gewoon een gok nemen. Ik ga niet nu in één keer door deze situatie iemand anders kiezen of wat dan ook. Ik ga gewoon blijven focussen op wie ik al die tijd heb gestemd. En ik ga gewoon niet afwijken van mijn pad. Kandidaten, de eliminatie waarvan jullie wisten dat die er zou komen. Alleen anders dan verwacht. Niet met 6, maar met 4 kandidaten. Omdat Jurre en Daniël geen stoel kochten, zijn zij vrijgesteld. Gretigheid wordt niet altijd beloond. Sterker nog, de kans dat je afvalt is alleen maar groter geworden. Wie van jullie gaat er door? En voor wie houdt het spel op? Ranomi.
Gefeliciteerd. Thanks. Je mag je spullen pakken en de god verlaten. Ben je door? Oh, aflevering 7. Oh, nee. Ja, wat goed. Gefeliciteerd. Ja. Oh, wat een ellende. Oh, wat was dit vervelend. Ik wilde bijna twee stoelen. Ja, wat was dit vervelend. Maar we gaan nu dus één voor één. Ja. Ik weet niet wat er nu gebeurt. Anker. Ook jij mag je spullen pakken en de god verlaten. Nou, kom maar op. Oh, 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 oh jezus, het is echt heftig. Oh, shit, je hebt het gehaald. En dan gaat Ranomi groenscherm. Anke Groenschermen mogen geen afscheid nemen. En ik denk alleen maar, daar zit ik dan. Met de mol. Ik ga naar huis toe. Sorry. Ik ben nog steeds. Oh. Goed, schat. Ik ben super blij voor je. Oh, oh, Soike! Schat! Wat is dit? Is uit. Oh. Je wiel is eruit. Oh. Ik zat deze. Echt? Ik zat daar met die met labiel. Krijg jij een naam uit? Te ja. En ik denk, ik dit is klaar. Oh, maar we gaan naar boven. Gefeliciteerd, man. Oh. Ja, ontlading. En. Klein beetje, inimini beetje traantje ergens ver achter mijn oog. Heel ver weg. Omdat ik gewoon blij ben dat ik er nog in zit. Wat was dit heftig, echt. Nabil. Jammer. Helaas. Mag met mij meelopen? Ja. Oh, waar is Nabil nou? Oh, hij kan toch niet zomaar weg nu? Ik heb geen rood scherm gezien, hè? Nee, ik heb geen rood scherm gezien. Nabil, wat is er gebeurd, man? Ja, ik heb blijkbaar op iemand verkeerds gezeten al die tijd. En hoe voelt dat? Ja, zonde, maar ja, ik wilde gewoon niet afwijken. Je dacht, ik heb deze koers gekozen? Ja, ja. Jongens! Ik ben nu aan het lopen. Ja, het is hier echt een doolhof. Hey, hoe kijk je terug op je avontuur? Ja, ik vond het vooral leuk. Het ging boven mijn verwachting. Ik had echt verwacht dat ik eerst de aflevering al eruit zou gaan. Ja, ik zit nog in aflevering 6. Ja, volgens mij ben je ook best wel verdacht geweest. Ja, zeker. Af en toe was ik wel verdacht. En af en toe dachten mensen van, hij zal het toch niet zijn. Dus, 10 kilo bananen zijn gezond. Kijk niet voor mij. Wow. Wat een figuren, jongen. Ja. Yes! Ik wil je bedanken. Ja, het was fijn dat je erbij was. Dank je wel. Dag Nabil. Doei. Afsluiten met een knuffel. En heel veel liefde voor Nabil. Wauw. We kunnen met z'n allen één joker hebben. En 3000 euro. Waar slaat dit op? Echt zo Arias, sorry hoor. Ja, het is echt niet oké dit. Ik voelde me natuurlijk wel een klein beetje schuldig of zo. Jullie gaan zo 3 opdrachten doen. Uiteindelijk blijft 1 kandidaat over. Die kandidaat heeft morgen een afspraak met de mol.